Goedemorgen. Ik heb zo'n afspraak buiten de deur. Dus ik ben bang dat ik er nu toch echt aan moet geloven. Ik moet een broek aan. Deze broek heb ik tweedehands gekocht. Maar die is dus echt veel te groot. Dat is een beetje het nadeel van Vinted, dat je dat dus niet terug kan sturen. Maar op zich, als ik een riem eromheen doe, dan lukt het wel op zich. Dus ik denk toch dat ik hem gewoon nog hou. Want hij zit wel echt heel lekker. Ik lijk nu alleen echt zo'n skaterboy. Oké, even riem. Kijk, zo zit hij eigenlijk gewoon best wel prima. Dus. Ook goedemorgen, Max. Wat ga ik doen, Max? Vertel jij het eens even aan de mensen. Eindelijk is ik hier een beetje normaal leren lullen. Nou zeg. Nou zeg eens normaal leren lullen. Oh, k- ja. Zeg eens normaal leren lullen dan. Oh, dat is best moeilijk. Leren lullen. Normaal leren lullen. Oh, dat kan je beter dan ik. Nou, ik ga dus naar logopedie. Ja. Oké, okay. Ik ga dus naar de logopedist. En ik ga fietsen, want dat heb ik echt al in 100 jaar niet meer gedaan. Ik weet niet of ik het nog kan. Nou ja, kon ik het ooit. Hé, ja Max. Ik geef je gewoon geen mogelijkheid om dat grapje te maken, want het is te makkelijk. Huh? Ja, oké. Okay. Oh mijn god, er is zoiets ergs gebeurd. Linda is vandaag jarig en ik heb haar niet eens gefeliciteerd vanochtend. Overigens niet gedacht dat deze zin ooit uit mijn mond zou komen. Maar ik ben vergeten te eten. Wat? Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Linda. Gefeliciteerd meisje. Oh, jij gaat zoveel liquid snack krijgen vandaag. Ik ga even boodschapjes doen voor een nieuwe dat kan toch niet vegan video. En deze, oh ja, ik heb weinig hoop dat die gaat lukken. Maar als het wel lukt, dan is het zo vet. Wisten jullie trouwens al dat Oreo's dus helemaal vegan zijn? Ik merk dat de corona toch niet helemaal uit mijn lijf al is. Als in, ik ben echt heel moe. Omdat ik vandaag daadwerkelijk dingen heb gedaan. Buiten de deur en zo. Wow. Ik wilde eigenlijk nu dus een dat kan toch niet vegan opnemen. Maar ja, nee. Ik heb straks om 4 uur een interview. En het is nu 2 uur. Nou, 2:10. Dus ik ga nog even chillen, denk ik. En dan even klaarmaken op een interview. Het is een telefonisch interview. Via Zoom of zo. Over mijn boek. Door het overkoepelende bedrijf van mijn uitgever. Dus er gaan 300 mensen live naar kijken. En ja, ik moet gewoon een beetje over mijn boek lullen. Dus dat is leuk. En wat het allergrappigste nog is. Is dat Adria van Dis voor mij komt. Kortom. Adria van Dis is het voorprogramma voor mijn act. Niet helemaal waar, want er komen nog allemaal dingen, allemaal andere schrijvers ook later. Maar toch, weet je, ik vind gewoon nu dat ik dit kan zeggen. Het interview ging goed. Ik ben nu naar de inauguration aan het kijken van Joe Biden. En ik merk dat ik er gewoon helemaal een beetje emotioneel van raak. Vooral vanwege het feit dat nu gewoon de eerste zwarte, überhaupt vrouw, vice president is. En je kan natuurlijk veel zeggen over Biden. Hij is niet perfect, wie is er wel perfect. Maar hij heeft in ieder geval klimaat op de agenda. Eerlijke verdeling, gelijkwaardigheid. Gewoon basic human rights. Zo belangrijk. Max en ik woonden ook in New York toen Trump werd gekozen. En ik weet nog dat het was zo bizar. Want zeker in New York, waar iedereen ongeveer op Trump kiest, had het gewoon niet verwacht dat iedereen in New York stemt niet op Trump. Bijna iedereen. En iedereen was gewoon zo geschokt. En we gingen de volgende dag de straten op. En er was zo'n rare sfeer. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. En ik merk nu gewoon dat sinds Joe Biden inderdaad is verkozen tot president. Dat ik, nou, dat het best wel gewoon de afgelopen 4 jaar een beetje heeft gedrukt in mijn achterhoofd. Om het zo maar te zeggen. En natuurlijk heeft het niet per se
effect op mij. Maar gewoon, nou ja, het is een heel groot land. En heel belangrijk voor de rest van de wereld. En als die dan allemaal beslissingen gaat maken, zoals opeens het recht op een abortus en zo. Allemaal dat soort beslissingen gaat terugdraaien. Ik vond dat stiekem dus toch wel heel erg heftig of zo. Oh, daar komt Joe Biden aan. Naast natuurlijk ook dat Trump uit het klimaatakkoord is gestapt. Weet je wat? Allemaal van dat soort dingen. Wat een geschiedenis wordt geschreven vandaag. When she takes the oath of office, little girls and boys across the world will know that anything and everything is possible. I'm so happy. Lady Gaga gaat gewoon het volkslied zingen. Hoe fucking vet. Ik weet niet waarom, maar ik blijf gewoon maar huilen. Zo stom dit. Oh my god, J-Lo gaat ook gewoon nog performen. Hoe oud is die vrouw en waarom ziet ze er nog zo fucking goed uit? Ik ben deze tofu vingers aan het maken. Je moet dus gewoon de tofu snijden in blokjes. Fingers. En dan moet ze eerst zo een beetje zo in de bloem zo. En dan in de plantaardige melk. Zo. En dan beetje uit laten druppelen. En dan, shit, ik ben niet voorbereid. Hier moeten nu cornflake crumbles liggen. En we zijn weer terug. Kijk, dit dus. En dan bakken we die eerst even in de koekenpan. En daarna in de oven. Ik denk dat mijn cornflakes niet klein genoeg zijn. Nou ja, fuck it. Dit is ook nog niet goed. Gaat goed, Marije. Hoe goed ziet dit er serieus uit? Lekker geel is het. Maar Max, je bent toch geen konijn? Ik heb nog twee pakketjes niet uitgepakt. Dit is van de week van Snoepgoed. Dus dat zijn allemaal gezonde snacks. En deze zit erin. En dat is van het bedrijf waar mijn broer werkt. Dus zodoende heb ik dit gekregen. Dit is een pakketje van Holland & Barrett. Met producten voor een goede dag. En voor een goede dag. Nee, wacht. Met producten voor een goede dag. En producten voor een goede nacht. Een weekplanner. En mentale prestaties. Performance mentale. Oh, dat was een andere taal. Geschikt voor veganisten in ieder geval. Erg veel verpakking voor zo weinig spullen. Lieve mensen van Holland & Barrett. Kapske. Een plug. Een avondpil. Gemoedsrust. Esprit tranquille. Voor lekker te slapen en zo. Nou, omdat het natuurlijk feest is vandaag, omdat Linda jarig is, dachten we, we maken even een speciale avond ervan door een wijntje met Linda te drinken. Ah! Wil je liever wit of rood, Linda? Ik vind Linda wel meer een rosé kind of girl. Het is Prosecco dus. Ja, dus er zitten volgens mij gewoon aroma's in die katten lekker vinden. Kattenkruid of zo misschien? Mm-hmm. Het is alcoholvrij. Ja, oh, dan is het goed. Nee, ja, dat is het helemaal voor elkaar. Dit is het wijnglas. Oh, dit ruikt. Dit ruikt naar kombucha. Ja, op de bank? Echt? Gaan we dat doen? Gaan we hier zien hoe Marije Max een bank goed verpest? Het is nog niet bijster enthousiast. Het is niet zoals op melk gaat ofzo. Het is niet ik na de lockdown in de kroeg. Nee. Zeg maar. Dat tempo. Ramon, wil jij vieren dat je moeder jarig is? Wat is dit voor bocht? Gadverdamme. Ik denk dat het misschien gewoon te goedkope wijn is. Het is gewoon huismerk of zo. Deze dames hebben standaarden, ja. Nou, conclusie, weggegooid geld. Top. En Linda, je zoekt het maar uit met je verjaardag. Bedankt voor het kijken en tot morgen.